Maar word je geld nou echt gelukkig? Denk het niet. Je wordt echt gewoon gelukkig als je gewoon een gelukkig leven hebt, denk ik. Ik heb een euro. Een hele goede morgenmiddag. Ja, hi. Wat jij eigenlijk nog zeggen dan? Goedemorgen allemaal. Ja, oké. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Samen met mijn man die nu nog thuis is. Roderick Stalman van de Werf. Vloggen wij elke dag. En het is nu net bijna 12:30. Het is vandaag 22 september 2019. Ik ga zo meteen een rooster maken voor school. Heb ik al aardig ingepland. Maar oké, maakt niet uit. Wij wensen jullie weer heel veel kijkplezier gewenst. Ik heb ook wat voor jou. Ja, kom dan. Ik heb wat voor jullie. Zitten. Moet ik het wel zien te pakken. Zo. Zo. Nee, Beauty. Beauty. Ja hoor, Lof, kom. Nee, daarnaast. Daarachter. Zitten. Zitten. Lof, kom eens hier zitten. Zit. Nee. Ja, je bent lief. Maar Lof, Lof. Nee. Daar zitten. Lof. Nee, kom hier. Zitten. Ja. Lady. Zitten. Lovely, kom eens hier. Nee, zitten. Zitten. Hé, hey, kijk eens hier. Alsjeblieft. Goed zo. Dat is lekker. Hè? Lekker, hè? Dat is lekker. Was het lekker, wijfie? Hé. Hey. Is lekker, hè? Hé, hey. Beauty. Is maar zit. Nee? Zo, daar ligt Draki. We zijn nog even goede tijd aan het kijken. Terugkijken, dat is Speedy. Zoals jullie weten. Schrik! Schrok je nou echt serieus? Geweldig. Hier zijn je pennen. Hè? Hier zijn je pennen. Mag ik erbij? Ja, die mag erbij. En hier ligt de dames. Wat goede leven. Ja. Yeah. Het is mooi weer en daar staat onze auto. Oké, dat is leuk. En daar staan allemaal auto's. We zijn rijk en daar hebben we parkeerboxen. En we hebben allemaal auto's. En dat is de auto van mijn soort van broodje. Dus ja. Dan zeg ik een heel veel auto's, hè schat? Ja. En wij hebben zoveel auto's. En we hebben heel veel auto's voor de deur. Zoveel auto's, hè? We zijn rijk. Ja, en dan zeg ik wel eens, als nu net als schijntje, waren we maar rijk. Maar word je geld nou echt gelukkig? Denk het niet. Je wordt echt gewoon gelukkig als je gewoon een gelukkig leven hebt, denk ik. Ja. Word jij gelukkig van geld? Geld alleen niet. Het is wel makkelijk om te hebben, maar gelukkig maakt het niet, nee. Maar wat maakt jou gelukkig. Dan wel gelukkig? Even lekker in mijn eigen huis zitten. Even rust, even niks. Ja, maar Emma, dan kun je lekker s'avonds tegenwoordig weer. Tuurlijk kan het s'avonds.
Maar je vindt het toch ook wel even lekker om gewoon eventjes en bij je vrouw te zijn met een gekke leuke kleur haar. Dat mooie blauwe, groen, geel. Groen, blauw, geel, paars, ja. Van alles wat. Wat maakt de mens gelukkig? Alles kan de mens gelukkig maken. Een vers kopje thee bijvoorbeeld. Nee, noedelsoep. Dat is lekker, maar maakt het gelukkig. Met dieren? Nou ja, als eerst jou. Ik denk eigenlijk, als je lang iets gemist hebt, dat je eigenlijk zegt van dat neem je gewoon voor standaard aan. Bijvoorbeeld iedere dag een kopje thee, weer een kopje pa. En opeens is er helemaal niks te drinken. Ja, een week lang. En dan opeens krijg je een kopje thee. En dat smaakt dan ineens lekker en dat maakt je gelukkig volgens mij. Iets wat je zeg maar eigenlijk routinematig hebt, schoenen bijvoorbeeld. Trek schoenen aan, ja. Stel je hebt geen schoenen meer ineens. Ze zijn allemaal kapot, gejat, weet ik het. Dan moet je altijd op blote voeten naar je werk of naar buiten gaan. Ja, maar dat ben ik in principe wel gewend aan van vroeger. Ja, dus, maar dan stel je... En ik vind het eigenlijk juist fijn om gewoon op mijn blote poten te lopen. Ja, oké, het mag wel niet naar school, maar... Nee, het liefste loop ik gewoon eigenlijk altijd op mijn blote voeten in huis ook, eigenlijk. Maar stel, je moet altijd met OV. Of op de fiets, of te voet. En je moet altijd heel ver weg. En je moet heel vroeg op, om op tijd aan te komen. En opeens zegt er iemand van, hier heb je autosleutels, neem mijn auto maar. Je hebt een rijbewijs natuurlijk, je kan erin rijden, maar... Ja, maar ik heb geen rijbewijs, maar nee, oké, maar ik begrijp okay, jou... Dan krijg je een auto met chauffeur, zeg maar. Ja, die heb ik al. Nee, maar goed, stel ik ben er niet. En je hebt een auto opeens ter beschikking en je kan goed rijden in je truck. Dat maakt je dan toch gelukkiger, denk ik. Weet ik niet. En wat mij, denk ik, gelukkig maakt, dat is als jij gelukkig bent en met dieren gelukkig bent. En dan ben ik ook gelukkig. Net als nu met Beauty. Ze is hier bijna 2 maanden. Ja. Maar moest kijken van waar zij er vandaan komt. Mm-hmm. En van een heel klein, gewoon een heel angstig hondje. Ja. Naar nu een aardig zelf een verzekerende hond. Gewoon, ja. die er durft te staan. Gewoon deel uitmaakt van de roedel. Zeg. Ja. En dat maakt mij dan weer gelukkig. Dat jij gelukkig bent. Mm-hmm. Ja. En dat de dieren gelukkig bent. En dan ook de mensen waar ik om geef. Ja. Zoals Alex, Jamiel, Jenny. Frits. Ja. Wie is Frits? Dat is degene wie je de naam niet weet. Hoe heet die Frits nou, weet je? Maar kijk, oké, dan, en dan heb ik ook wel geen contact met Danielle of met weet ik veel wie wat. Ja, maar wat ik dus wil zeggen, kijk, ik geef wel om haar, weet je. Ik ben daar wel vriendinnen mee geweest. Ja, tuurlijk. Dus, en als ik zie dat zij gelukkig is, dan ben ik ook gewoon gelukkig. Ja, tuurlijk. Oké, en dan praten we wel niet meer met elkaar, maar als ik zie dat zij gelukkig is, kijk, ja, net als met de buren die er nou niet meer wonen, Henk en Linda. Ja. Hallo. Hier werd een lach, daar word ik dan gelukkig. Ja, daar word ik ook weer gelukkig van. Nee. Jawel, broer. Hè? Huh? Wat is dat, een X5? Nee, die en die wil ik hebben. Dit is van de buren. Dit pak ik gelijk. Ik wil die hebben. Pietje. Ja, die wil ik kopen. Maar ja, daar heb ik het centen niet voor. Maar als ik het had, had ik het al lang al gedaan. Misschien, weet ik niet. Maar ja, hè, zo kun je lang en breed over praten. Maar waar worden jullie nou blij van en / gelukkig van? Daar gaat deze titel over. Waar word jij nou blij van? Mama heeft wat voor jullie. Wie komt er? Kom dan, lekkers! Ik wil eerst even meer licht creëren. Zo! En toen, Camden! Ik heb lekkers. Ja, kom dan. Kom, monsieur. Zitten, monsieur. Zitten. Lof, kom eens hier. Kom. Kom. Tussen. Zitten. Kijk eens hier. Lady. Lofie, kijk eens hier. Kijk dan. Oeh, wacht daar.
Eerst Lady. Dan Lovely. En nou jij. Ja, pakken. Happen. Goed zo. Zit lekker, meis. Ja, pakken. Ja, kijk eens hier. Happen. Kijk eens hier. Beauty. Goed zo, allemaal gehad. Ja, en dan mogen jullie weer lekker wieberen waaien. Doei, mazzel, tokies, doei. Ja, leg weg. Doei, allemaal lekker slapen. Doei. Mazzel. Ja mensen, het is gewoon echt gewoon zo'n zondag. Dat je gewoon lekker lui bent. De hele week is het druk. Naar mijn moeder geweest. Ook weer laat geweest. En even naar de Vlietdagen. Even tussen aanhalingstekens. S'avonds dan. En ook eventjes aan de hondjes. Dus ja, voordat je ook op bed ligt, stop laat. Straks even eten. Noedeltjesoep heb ik al gehad. Maar nu ben ik even aan het pakken denken voor warm eten. Ook. Maar we hebben nog vlees van gisteren. Maar ja. Ik heb ook nog, schat. Moppie. We hebben ook nog. Ik heb satéstokjes er ook uitgehaald. Voor jou. En ik heb vis, heb ik er ook uitgehaald. Voor mezelf. Aha. Vis. Oké, klinkt goed. Dus dat kunnen we ook bakken. Mm-hmm. Ja, voor de rest. Ja, ik weet het even niet. Ja. Vlog heb ik één vlog vandaag gedaan. Heel schandalig. Ik wilde er eigenlijk gewoon nog één doen. Maar ik heb er niet echt heel veel fut voor vandaag. Nee. Ook een banaan gestomen? Nee. En dan ga ik nog liever naar Den Uyl om daar gratis bananen te halen. Geen bananenstomen. Hè? Geen bananenstomen. Ik weet niet hoe dat moet. Dat weet ik toch niet? Hoezo niet? Dat zoek ik op internet. Ja, nou, dan, en dan zoek jij toch mooi op? Ik. Als jij het wil weten hoe het moet. Ja. Zoek je het toch lekker op, of niet? Lekker, stomen. Oh. Hoef ik het dan niet altijd? Nee. Nou dan. Er zitten een paar knabbeltjes mee. Ja, prima. En laat mijn vlog maar lekker met rust en dan ga je lekker even googlen. Googlen, die weet bijna alles. Ja, hoop ik toch, voor jou. Dus ja, dat. Ik ben gewoon een beetje leuk. Ja. Nou, en Rodi neemt mij weer ergens mee naartoe, waarschijnlijk naar de Jum. Toch? Wat? Wat is nou weer leuk? Toch leuk? Is dat zo? Hier nog een dingetje voor je. Ja, dat is fijn. Doe maar lopen. Huh? Doe hem open dan. Oh, hartje al. Scheelt weer. Ja. Ik ga instappen. Zo. Wat doe ik nou? Oh. Nou. Zo. Zo. Ik zit vast, ik doe het raampje open. Nog even lekker naar de Jumbo. Ja, we gaan lekker naar de Jumbo. En nee, daar worden we niet voor gesponsord. Toch? Nee. Hè? Dat zeg ik toch? Ga maar.
Scheelt weer. Vooral niet door de Jumbo, helaas. Nee, vooral niet door de Jumbo, nee. Was het maar zo. Feest. Ja, precies. Ja, je mag rijden. Het is groen. Groen als wat, dat wordt hij niet, hoor. Wat voor kleuren groen heb je? Weet ik veel. Genoeg groen hebben we. Groen, bankergroen, Fatima groen. Ik heb een euro gevonden. In het karretje. Een euro. Ah, en de Jumbo zegt? Nou. Zo is dicht. Oké. Gaan we ergens anders kijken waar die nog open is. Of een andere winkel die misschien open is. Ja, ook een goeie. Zo is het dus als het leeg en dicht is. Bijna geen mens te bekennen. Ja. Is dat nou een voetpad of is dat nou een wegdek? Ja. Tegen de muur aan. Ja. Ik denk dat zijn voetpaden met wat dit wegdek ertussen. Mm-hmm. Bijna wel. Wij gaan er alweer van tussen hoor. Okay. Fijne avond. Ja, wat en wat is het? Een wegdek, een snelweg of een voetpad of een fietspad. Wie kan dat ons vertellen? Het is wel lekker rustig zo hier. Nee, de mediamarkt is nog niet open, schat. Ja, want hier komt de mediamarkt tussen. En zo wordt het. Zeggen ze. Ja. Een hele goede avond allemaal. Het is nu al inmiddels 2:30 in de nacht. Gaat lekker zo met mijn vlogs afsluiten. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Dus dank jullie wel. En dan zeg ik weer, zoals altijd, tot morgen. Doei!